En hallo allemaal, welkom terug bij een nieuwe aflevering van de update video. Michael, en vandaag gaan we weer een nieuwe update doen, want er is al een hele tijd geen video's online gekomen. Hoe kan dat nou en waarom is dat nou? Ga ik jullie vandaag allemaal aanleggen. Tenminste, er is al een hele tijd geen video, dat is natuurlijk niet waar. Dus ik bedoel, maar de laatste keer dat ik een video heb opgenomen is al 2 weken geleden. Waarom? Omdat ik vorige week, dus niet deze week nog, maar vorige week was ik op vakantie. Deze week heb ik de hele week Timmerdorp gehad. Kun je altijd, hè? Dus ik een aflevering opnemen dat ik moet gaan grapen. Maar ik wil het met jullie over het uploadschema hebben. Want ik heb nu momenteel het uploadschema. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. Maandag, MMG. Dinsdag, farming. Woensdag, de MMG Company. Donderdag, farming. En vrijdag, MMG. Zaterdags, Sims 4. En zondag, de vlog Zomers en de ETS 2 Euro Truck Simulator. Alleen Zwinters. Zwinters komt er al bijna aan, dus bijna komt er ETS 2 aan. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag is allemaal GTA 5 tweede upload. Als dat is de meest recente game, dus zometeen wordt het Fallout 4 als GTA is afgelopen, of The Witcher 3 of dat soort dingen. Zaterdag Farm Simulator livestream en zondag Farm Simulator multiplayer als tweede upload. Dat betekent dus dat ik 3 keer in de week farming doe. Nou ja, eigenlijk niet. Ik doe eigenlijk 4 keer in de week. 1, 2, 3. Ja, 4 keer in de week farming. Ga ik niet meer worden, want anders upload ik meer farming dan games. Dus farming gaat het niet meer worden, jongens. Ja, zoals het nu is, daar houd ik het ook bij. Misschien valt livestream nog eens een keer weg, maar dat weet ik niet. In ieder geval, ik heb al een tijd geen livestream meer gedaan. Dus dat moet ik binnenkort weer eens een keer gaan doen. Dat komt omdat ik de weekenden geen tijd heb gehad. Maar ik wil het eigenlijk even over hebben. Dat jullie eens een keer een uploadschema gaan maken. En laat die dan achter in de reacties. Zorg wel dat er een beetje een ritme in zit. Want we hebben namelijk maandag en vrijdag MMG. Dinsdag, donderdag farming. En woensdag Demolition Company. Daarnaast kan ik jullie meteen vertellen. Demolition Company is al zo goed als uitgespeeld. Voor mij heb ik de laatste aflevering laatst geüpload. Of komt er nog eentje online. Een van de twee. En wat was het nog meer? Sims 4. Willen jullie dat nog wel? Want ik heb het gevoel dat sommigen van jullie dat niet eens meer willen. En die vinden het niet interessant. Dan speel ik liever een andere game. Zoals bijvoorbeeld Far Cry 4 weer verder uitspelen. Of nog een paar games. Ga ik zo meteen allemaal opnoemen. Maar het komt erop neer als Demolition Company weg is. Dat ik The Walking Dead wil gaan doen. The Walking Dead gewoon normale. En The Walking Dead Season 2. Die heb ik laatst gekocht. Die wil ik gaan let's playen. En gewoon van begin tot het einde. En die upload ik dan op YouTube. En dan kunnen jullie daarvan genieten op elke woensdag. Als jullie dat willen. Je kan natuurlijk ook GTA 5 weer op stop zetten. Maar ik wil gewoon GTA 5 uitspelen. Dan wacht dat er een nieuwe game uit is. Die weer gaan doen. En dan Walking Dead gewoon elke woensdag. Laten jullie uploadschema hier beneden in de reactie achter. Zet natuurlijk wel van maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. Of gewoon een afkortingje. En dan de game die ik moet gaan spelen. Je kan ook nog / tweede upload van de dag. Maar eigenlijk wil ik het liefst zo houden dat gewoon elke dag door de weeks GTA 5 en zaterdag, zondags Farm Simulator livestream en multiplayer. Daarnaast hou rekening mee, zaterdags is de livestream altijd om 7 uur. Dus dat kan je niet veranderen. Desgraag mag je van mij allemaal veranderen, maar dat kan je niet veranderen. De uploads die komen om 3 uur en 7 uur. Dan wil ik misschien naar veranderen naar 5 uur en 7 uur. Dat weet ik nog niet. Laat het ook achter hoe laat jullie de 2 uploads willen. En dan ga ik nu eens de games opnoemen waar jullie uit kunnen kiezen. Namelijk, als Sims 4 weggaat, kunnen jullie kiezen voor Civilization 5. Kan ik een let's play van doen, is op zich wel grappig. Far Cry 4 afmaken. PD2 kan ik gaan doen. Of Fallout 3 en New Vegas enzovoort. Alvast voorbereiden op de Fallout 4. Maar ik gebruik Fallout 3 eigenlijk meer om een beetje in te spelen. Maar mogen jullie zelf kiezen. Eurotruck komt niet, want dat komt 's winters al op de zondagen. Construction Simulator 2015. City of Skylines, dat was eigenlijk een serie. Ik weet niet waar die is gebleven. Dat was elke woensdag. Kan ik weer terug doen op de zaterdag, als jullie dat willen. Sims 4 valt dan af. Nou, The Walking Dead die komt dan eigenlijk op elke woensdag. Kunnen jullie kiezen tussen The Witcher, Bastiche of Space Engineers. Space Engineers kan ik vragen of iemand anders ook nog met me mee wil doen. En Bastiche is ook op zich ook wel een grappige game. Dat zijn de games waar jullie nu uit kunnen kiezen.
Momenteel speel ik die namelijk redelijk veel. Zoals Civilization heb ik de laatste een hele tijd gespeeld. Nou, The Walking Dead heb ik dan nog helemaal niet gedaan. Maar dat wordt gewoon een let's play. Die wil ik ook nog niet inspelen. Nou, Fallout 3 ben ik alvast aan het inspelen voor Fallout 4. Dat geldt ook voor The Witcher 2. Ben ik aan het inspelen voor The Witcher 3. Die heb ik nog niet gekocht, maar die is er wel. Maar heb ik nog niet ingespeeld. Tenminste, daar ben ik mee bezig. Zodat ik weet hoe het natuurlijk gaat. En de storyline, enzovoort, enzovoort. Zodra ik dat heb gedaan, dan kom ik op neer dat ik eigenlijk al een beetje uitgepraat ben van deze video. Ik heb het de laatste week heel druk gehad, dus vandaar best wel weinig uploads. Weinig normaal is het niet, maar wat minder dan normaal. En school gaat natuurlijk beginnen, dus dan komt een normale uploadschema weer terug. Zodat ik op elke zondag een voorraad voor GTA doe en dan alle dagen van tevoren opneem. Zodat de video's op tijd online komen. Maar ik wil het hierbij houden voor deze update video. Ik heb alles verteld wat ik wou vertellen. Dus vergeet natuurlijk niet een groen duimpje omhoog te doen. Even te abonneren. En dan check ik jullie de volgende keer terug. Bij weer een nieuwe aflevering. Dus tot de volgende keer. En ik zeg, zoals altijd, later.